Hi allemaal en welkom terug bij een van mijn vlogs. Ik heb zojuist heel veel gefilmd en mijn lippenstift is er half vanaf. Dus negeer dat even in dit begingedeelte. Want ik zat er net aan te pulken. Dat krijg ik altijd met die liquid lipsticks. In elk geval, vandaag ben ik er met een hele leuke vlog, denk ik, hoop ik. Want namelijk, dit is echt iets wat jullie massaal naar mij toe hebben gestuurd op Instagram. Kreeg ik het echt oprecht 5 keer per dag van jullie in mijn DM's. Van Noël, kan je alsjeblieft naar de Bataviastad Outlet gaan? Want daar hebben ze nu een Disney special voor de gehele zomervakantie was het volgens mij. In elk geval, ik hoop heel erg als deze video online komt dat het er nog is. Misschien net niet, misschien nog net wel. Maar zoals jullie weten, ik ben vooruit aan het werken. Maar ik zal proberen deze een beetje eerder in te plannen dan de andere. Omdat deze natuurlijk tijdgebonden is en sommige andere totaal niet. In elk geval, wat ik iedere keer toegestuurd kreeg, op dit moment in Bataviastad hebben ze helemaal een Disney experience. Ik moet heel eerlijk zijn, ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Want eigenlijk bijna elke video die ik ervan zag, gaf niet echt een indruk dat het echt heel veel is of wat het is. Maar daarnaast is sowieso Bataviastad super leuk, want het is een outlet. Net zo eigenlijk als waar we een aantal keer naartoe zijn geweest in Frankrijk, vlakbij Disneyland Parijs. Dus dat je winkels hebt zoals Guess en Boss en allemaal merkkleding. Ook hebben ze daar volgens mij Nike en Adidas en zo. En dan heb je van afgelopen jaar de collectie en zo voor een hele leuke prijs. Jullie weten, ik ben sowieso heel erg fan van outlet shoppen, want ik vind het altijd leuk om een goede deal te scoren. En daarnaast, zoals jullie weten, hou ik van Disney. Vandaar dat jullie het heten daar toestuurde. Dus dat gaan we morgen doen. Ik heb er heel veel zin in. Het is voor ons best wel eventjes weg. Vandaar dus ook dat we dit wat later doen dan dat ik in eerste instantie had gewild. Want we moeten er natuurlijk wel tijd voor hebben. Want het zal echt een dagbesteding zijn. Omdat het voor ons vanuit hier 1,5 uur rijden is. Want het is volgens mij in Lelystad, wil ik zeggen. Maar dat weet ik niet 100% zeker. In elk geval trouwens, voordat we verder in deze vlog gaan duiken. Ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar 1 druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu verder in deze vlog gaan duiken. Volgens mij hoorde ik net mijn telefoon afgaan. Ja, Luc belt mij. Leuke foto trouwens. Hallo. Ik ben heel even 3 seconden aan het vloggen. Is het goed als ik je zo even over een minuutje terugbel? Ja, dat is goed. Oké, ik bel je zo terug. Doei. Doei. Maar in elk geval, morgen is dus het plan om daar naartoe te gaan. En ik ben van plan om jullie helemaal erin mee te nemen. Vooral natuurlijk omdat jullie het allemaal vroegen, dacht ik, ja, dit moet ik natuurlijk dan ook wel filmen. Ik moet wel zeggen, ik ben de afgelopen dagen echt goed ziek geweest. Op dit moment gaat het al een stuk beter, waar ik heel erg blij mee ben. Maar ik ben wel echt hartstikke verkouden. Dus als je dat hoort in deze video, dan weet je waardoor dat komt. Dus ja, dat wilde ik gewoon gelijk even gezegd hebben. Want ik denk dat we morgenochtend gewoon lekker op tijd die kant uit gaan. Dat we rustig de tijd hebben. Luc heeft er ook heel veel zin in, want zoals jullie weten, hij is heel erg dol op Bas. Daar heeft hij ook zijn mooie jas toen gekocht met de outlet in Disney. En trouwens, volgens mij als kind ben ik wel een keer eerder naar Bataviastad, de outlet, geweest. Maar dat kan ik me niet meer herinneren. In de zin van, staat me wel iets van bij. Maar ik kan me niet meer herinneren hoe het daar is. Maar volgens mij zijn outlets basically allemaal the same. Want ik zag al foto's op het internet van Bataviastad. En het zijn allemaal van die schattige cute huisjes en dingetjes. En het heeft allemaal een beetje dat design of zo. Ik weet niet of dat iets is van als je een outlet bent, dan moet je daaraan voldoen of zo. In elk geval, ik ga nu even snel Luc terug bellen. En ik wilde gewoon even de vlog openen. En dan zie ik jullie morgenochtend, wanneer ik me klaar ga maken, wanneer we op pad gaan. En gaan we lekker samen shoppen. Ik heb vooral echt super veel zin om bij de guests te kijken. In elk geval, in Frankrijk is het zo dat die outlet altijd insane is. Dus ik hoop hier zo ook. En ik ben heel benieuwd naar ook alle Disney. Hi, goedemorgen. Daar ben ik dan weer. Ik heb nog echt heel erg een ochtendstem, dus excuses daarvoor. Maar ik heb nog 1/2 uurtje om klaar te maken. Dus we moeten een beetje vlot zijn. Ik heb trouwens mijn haar een klein beetje, een paar plukjes extra gekruld. En ik heb vlechtjes ingedaan aan de achterkant. Ja, hoe ga ik dit aan jullie laten zien? Zit een strikje. Geloof me in elk geval. Ik zal wel vragen of Luc hem even in beeld brengt zo. In elk geval, het wordt vandaag lekker warm. Dus ik wil heel graag deze uitproberen. Deze hadden jullie laatst kunnen zien in een random shoplog. Dit is de Sun Touchable Wow Glow. Ja, Sun Protective plus Makeup Primer van Elf. En daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik moet nog, wanneer ik dit veel, close-ups hiervan maken. Dus ik moet heel voorzichtig alles openen. Kijken of ik alles heel kan houden. Dit is dus de tube die we erin krijgen. Oh, zit er nog een ding op? Ja, natuurlijk, Noël. Oh, boe.
Je ruikt echt gelijk wel de zonnebrand. Dus dat is, oh, komt gelijk heel veel uit. Ik heb natuurlijk de dop er nog niet op. Je kan zien dat het 's ochtends vroeg is. Ik denk dat ik gelijk te veel te pakken heb. Maar oké. Oké, mijn gezicht wordt altijd een beetje rood. Al gewoon van het wrijven. Maar ik vind het best mooi. Er zit een heel licht tintje in. Maar echt heel licht. En het voelt vooral niet zo heftig als gewoon normale zonnebrand, voel ik al. Het is natuurlijk ook bedoeld dat je make-up er goed overheen gaat. Dus eerste indruk is een duimpje omhoog. Misschien dat ik deze ook gelijk in mijn hals doe. Want ik doe ook altijd wat foundation in mijn nek en zo natuurlijk. En ik heb gewoon andere zonnebrand hier zo staan om straks de rest mijn armen en zo insmeren. Want ik verbrand altijd lievend. Maar de eerste indruk hiervan is interesting. Maar ik ga dus eventjes zo de camera uitzetten, want ik moet echt een beetje haasten. Maar ik wil ook een beetje presentabel zijn, want ik wil ook wat foto's maken voor Instagram. Want jullie hebben natuurlijk voornamelijk op Instagram de hele tijd gevraagd of ik hier zo video's over wilde maken. En het leek me dus wel leuk om het ook te fotograferen en dat er een vlog aan zal komen. Zeg maar dat ik dat kan zeggen met wat leuke foto's van de ervaring. Ik ben wel heel erg benieuwd of het wat is, ja of nee. Of ik heb echt geen idee wat ik kan verwachten. Maar ik weet ook niet of dat is omdat je gewoon sommige dingen niet mag filmen. Want ik vind, op TikTok heb ik al heel veel video's erover ook gekregen van jullie. Maar je ziet niet veel in die video's, zeg maar, qua uitleg en wat je kan verwachten en qua beelden. Dus ik hoop niet dat dat betekent dat je niet mag filmen. Want ik ben het natuurlijk wel van plan. In elk geval, ik ga dus heel even snel make-upje erop gooien. En dan ben ik zo bij jullie terug. De ketting die ik om wil ligt beneden. Dat is gewoon die simpele die jullie kennen. Maar ik ga voor deze oorbellen. Want ik wil niet te druk. Want ik ben al vrij kleurrijk in mijn riem. En jurkje natuurlijk. Lekker vrolijk. Maar dan wel wat simpelere oorbellen. Maar ik vind deze er wel heel goed bij passen. Kijk. Dat is toch leuk. En dan een simpel goud kettingje. Dan qua parfum ga ik weer voor deze. Is oprecht een van de weinige parfums die ik nog vol heb. In de zin van vol. Ik weet niet hoeveel er eigenlijk nog in zit. Niet veel. Het zit alleen hier nog in de onderkant een randje. Zoals je ziet hier. Maar dit is de enige waar ik nog best wat in heb zitten, zeg maar. Dat komt natuurlijk met Parfumado en heb ik gewoon geen nieuwe parfums echt meer gekocht. Behalve voor het trouwen natuurlijk. Maar niet meer voor mezelf. Dus ik wil wel een keertje weer, vooral die van Miss Dior en Rose on Roses van Dior. Dat zijn toch wel echt mijn twee favoriete parfums. Die zou ik graag wel weer willen, maar die zijn helemaal leeg. Nog een lippenstiffie. Ik denk dat ik voor Supermodel ga. Is van Charlotte Tilbury. Nou, daar zijn we er klaar voor. Gaan we op weg. We zijn er onderweg. Heb je er zin in? Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben nog nooit geweest natuurlijk. Ze hadden ook een hele grote bos. Nou ja, ik zat namelijk in mijn hoofd en ik dacht al wel dat dat daar was. Maar ze hebben daar ook een museum. Museum? Ze hebben daar Batavialand. En ze hebben daar de Batavia, een boot. En hebben ze daar een replica van. Een heel oude VOC-schip of zo. Dus dat is wel cool. Dus toen daalde ik in mijn hoofd. En toen zei je, ze hebben daar een grote bos. Dacht ik in mijn hoofd, hij zei, ze hebben een grote boot. Toen dacht ik, ja, een grote boot. Maar ze hebben ook een grote bos. Ja, ik wil even kijken. Ja, wil je wel even kijken? Ja, dan ga ik ook naar de grote boot kijken. Als je die kan zien. Die zit daar in Batavia. In dat shopping outlet. Of waar? Ja, het ligt aan het water daar. Dus dan, Oh ja, het is niet daar waar je het outlet gedeeld hebt. Ja, daar tegenaan, ja. Oké. Okay. Ik weet niet precies. Moeten we zien. Dan kunnen we daarna even kijken, als je daar wil kijken. Ja. Je kan ook op de boot en zo, maar dan moet je geld betalen. Dan moet je echt het museum in, dat is €16. Dat heb ik natuurlijk even opgezocht. Dat heb je allemaal niet aan mij verteld. Ja, ik weet niet waar ik nou allemaal over heb. Ik moest net even wachten, dus ik dacht ik zal eens even kijken met parkeren. En toen dacht ik, oh ja, wacht, ligt daar niet zo'n ding. En het ligt daar. Oké, okay. Maar eigenlijk was de vraag, heb je er zin in? Ja, nou ja, dat is allemaal ja. Oké. Okay. Nou, we zijn er. Het ging allemaal niet helemaal soepel op het einde, maar gelukkig konden we omdraaien, want anders moesten we 20 minuten omrijden. Dus dat was wel fijn. Oh ja, ik zie inderdaad al de Mickey and Friends. Ja, ik had op de site gekeken, stond ook meteen heel groot. Ja, ziet het gelijk met binnenkomst. Dus, maar er zijn al heel veel auto's eigenlijk, terwijl het pas net open is. Dus het zal denk ik wel druk worden, maar ik ga alsnog mijn best doen om goed te vloggen. Kijk dan hoe cute, gelijk hier buiten op de muur. Gaan we even een leuk fotootje nemen.
Oh, ik was een opstapje daar. Maar dit is in elk geval wel heel cute. Word je gelijk door begroet. Even gelijk, fotootje genomen. Nu gaan we naar binnen, hè? Oh, volgens mij ben ik heel erg ingezoomd voor een fotootje nemen. Staat hij op filmen? Ja, hij staat op filmen. Dus de microfoon doet het weer. Altijd even goed checken. Gebeurt helaas best vaak. Maar als het goed is, is er dus een Mickey and Friends experience. Die we wel... Een experience? Ja, een experience. Hele ervaring. Hele ervaring. Oh. Ja, ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Maar dan moeten we de rode voetjes op de grond volgen. Ja, ik koop alvast even een uitrijdticket. Oh, oké. Okay. Ja, nu is het rustig. Het is dus lekker vroeg. Er staat hier wel, hoor ik al, overal een beetje hard muziek aan. Dus ik moet dan altijd een beetje opletten dat ik goed blijf praten. Want copyright muziek mag nooit. Ze hebben ook voor de Pride neergezet. Een fotomomentje. Ik vind het altijd leuk als er over na wordt gedacht voor de fotomomentjes. Open now, Mickey and Friends Experience Hub. Mensen zeiden dat je rode voetjes moet volgen, maar ik zie geen rode voetjes op de grond. Staat aangegeven. Waar oh, ze hebben een fotopunt. Een zoektocht. Oh. Nu krijgen we een McFlurry. Ik moet wel zeggen, het ziet er wel mooi uit. Hier moet jij zijn. Waar moet ik zijn? Oh, yes. Ja, daar moeten wij zijn. Meteen bij binnenkomst. Wil je Brunotti? Brunotti, ik ken het niet, heel eerlijk. Surf dude. Nee, we gaan even naar de gas, hè? Is ook een grote zo te zien. Up to 50% korting. Oh, die is cute. Cute. Was eventjes zoeken. Ze hebben dus ook nog outlet dingen hier in de korting, maar ze hebben sowieso dingen... Dit is dan de afgeprijsde prijs. Bij sommigen staat het er echt op. En deze echt zo cute. Luc die heeft een zwarte vast. Ik denk dat ik voor de zwarte ga. Want ik weet gewoon dat ik dit heel vaak zal gebruiken. Dat past gewoon bij elke outfit. Maar ik vind ook de roze variant hiervan echt geweldig. Maar ze hebben wel ook lekker veel tassen. Maar ze hebben dus ook outlet. Wat in de outlet nog een keer is. Wat in de korting is, zeg maar. En dat ziet er dan zo uit. Die heeft dan zo'n rode sticker erop zitten. Maar ze hebben wel hele leuke tasjes. Deze die hadden we toen ook in het roze gezien. En Frankrijk. Maar daar zat ik toen over te twijfelen. Heb ik niet gedaan. Maar die hebben ze hier alleen in het blauw. Volgens mij is deze wel zo eentje die in de extra korting is gegaan. Ja, deze is nu wel heel goedkoop. Van 155 nu nog maar 70. Dus dat is wel heel leuk. Maar de roze hebben ze er niet van. Maar sommige zijn dus nog meer afgeprijsd. Maar ik vind daar ook niet echt eentje heel erg leuk van. Maar ze hebben in elk geval... Heel veel tasjes hier zo. Nou, we hebben ons eerste tasje hoor. Annie heeft de tasje. Hey, en korting. Succes. Ja, en korting. Ik kreeg nog 10% korting erop. Bij de kassa als ik mijn e-mailadres gaf. Dus dat heb ik wel even gedaan, want het scheelt toch 10 euro. Dus eerst is in de pockets. Wel leuk. Ze hebben hier veel meer kleding dan die in Frankrijk. En ook veel meer heren. Heel, in de winkel bedoel je? Ja, ja in de winkel. De guestwinkel. Ja, een hondje. Heel erg happy hiermee. Ik hou altijd van mijn guest-tasjes. De plattegrond hier zo moet je dus scannen. Ik dacht dat dit touchscreen zou zijn, maar dat is het niet. Je moet scannen. Oh nee, oeps, pagina niet gevonden. Oké, dat is nog geen plattegrond. Nee, kun je misschien wel googlen? Ik download wel even de app. Download je de app? Dat brengt me wel gewoon naar de pagina, naar de website van hier. Oké, dus dan hopelijk kunnen we een beetje plattegrond zien waar alles is. En de Mickey Experience en de winkels die we graag wouden bezoeken. Want nu weten we niet zo goed waar we naartoe lopen. Nu lopen we maar een beetje. Downloaden. We staan nu bij de vitrine van Swarovski. En daar zo hebben ze dus, dit had ik gezien, maar ik weet nog niet precies hoe het werkt. Maar het is volgens mij zo, als je dan een bonnetje van hun hebt, kun je ergens aan doen bij die Mickey Experience. En als je dan een bonnet laat zien of zo, dan krijg je een patch van Disney. Dat is wel echt heel erg cool. Maar ik weet niet precies hoe dat werkt. Of dat dan hier zo dat krijgt. Of bij die Mickey en Friends. Maar er zit in elk geval ook een Swarovski outlet. Dat hebben ze niet bij. Oh, ze hebben ook Disney sieraden. Oh my goodness. Amazing. Amazing. Kunnen we even binnenkijken bij Swarovski? Die patches. Ja. Die patches die krijg je als je een item koopt bij een winkel. Ja. Maar niet bij alle winkels. Dus maar wel bij deze wel, omdat ze de reclame hebben. Hier zo hebben ze al die... Ja, bij Adidas, Swarovski, Crocs, Samsonite, Desigual, Fossil, L'Oreal, Levi's, Under Armour, Karl Lagerfeld, Name It, Nike, WMF en Ravensburger. Oké, dus dat zijn de enige winkels die dat doen? Ja, Ravensburger. Okay. Dat is toch speelgoed? Arcana is van Ravensburger. Oh, hebben ze Arcana, Luc? En dan koop je iets en dan krijg je bij de kassa een badge.
Oh, dan krijg je gelijk in de winkel. Oké. Okay. Ja. Ik wil hier wel even kijken. Kijk, Lux, ze hebben allemaal Disney sieraden in de vitrine. Oh, dat is wel even cool. Doe even kijken? Even kijken. Te maken op een verblijf, ja. Moet je die code, de account dat ik net heb aangemaakt, die moet je scannen bij die Disney Hub. Meer hoef je niet te doen. Ja. Of bij een winkel die meedoet, zoals deze. Oké. Okay. Nou, we hebben genoeg te doen, Luc. Het is toch ook zeg het eens. Die ook, dit is Black Panther, of niet? Deze, wow. Die ring. Ja. Ja, het is Marvel. Hebben ze ook gewoon. Het is grappig. Ze hebben echt best wel wat dingetjes. Staat er gewoon tussen. Moeten we wel echt eens kijken. Oh, daar hebben ze die oorbellen die ik zo mooi vond online. Welke? De sterretjes. We zijn nu in de Michael Kors. Ik moet zeggen, tot nu toe is het echt nog verrassend rustig overal. Dus we kunnen wel op ons gemakje overal kijken. En deze Michael Kors wederom ook echt weer heel erg groot vergeleken met in Frankrijk. Ze hebben wel echt grote winkels hier zo. Wat ik nice vind. Cute. Limited time only, €79. Wat? Een hondje heeft een strikje in zijn haar. Heeft een hondje een strikje in zijn haar? Is die cute? Je ziet hier dus ook een My Jewelry gewoon. Ik ben nog nooit in een fysieke winkel geweest. Wel bij de Bijenkorf, dat ze dan een stal hebben. Maar doen we eventjes binnenkijken, vinden we. My Jewelry, ik heb ook nu de ketting die ik om heb, is ook van My Jewelry. Oh ja, ook dus korting. Wel heel cute. Ik vind My Jewelry zelf altijd wel heel erg leuk, dus dat vind ik nice. De muziek wel overal nogmaals is heel luid, dus ik ben benieuwd hoeveel ik kan gebruiken hiervan. Deze oorbel heb ik. Ik vind het altijd, ze hebben echt wel leuke dingetjes hier zo. Dus ik heb het alleen nog nooit zelf in de winkel gezien, dus dat vind ik wel heel leuk. Ik koop zelf altijd alleen maar sieraden van... deze winkel, My Jewelry. Maar ze hebben ook echt leuke kleding ertussen zitten, valt me op. En ze hebben hier ook best wel wat. En sieraden natuurlijk echt heel veel. Casa Fiore collectie. Oh, ziet er wel heel schattig uit. Maar er staat dus dan een prijs op de achterkant. €25,99. En dan krijg je nog 30% korting eroverheen. Dus ze hebben ook inderdaad wel echt outletprijzen hier. Dus dat is wel heel erg leuk. Terwijl deze collectie, ik zie heel veel staan wat gewoon nog online te vinden is. En krijg je dan wel korting op. Dus dat is wel heel netjes. Nou, we hebben het gevonden. We hebben hier dus fotomoment gedaan. En hier zo is het dan. De Mickey Experience Hub. Disney Mickey and Friends. Activiteiten. Ja, hier zijn de voetstappen. Het is alleen als je vanaf de andere kant komt. Maar het staat open now. Staat er iets verder over. Mickey and Friends Purtle. Patch Station. Vandaag is er niks. Geen activiteit. Oh, ze verkopen ook dingen. Ik wist niet dat het ook een winkel was. Het is alleen maar kindjes. Ah, oh, patch it. Oh, dan kun je ook zien welke niet meer verkrijgbaar zijn. Al best wat zijn niet meer verkrijgbaar. Je kan je kindjes tekenen. En je kan een Mickey en een Minnie kopen. Voor €17,99 is de Mickey. En €14,99 is Minnie. Gek dat ze niet even duur zijn. Eigenlijk. TV Lab. Het is dus wel een soort van winkel. Nee! Papa! Wat cute met al die lampjes. Ja. Kunnen we zulke dingetjes hier kopen? Niet echt Mickey gerelateerd of zo. Maar zijn misschien van de winkels die samenwerken of iets. Dat zou kunnen, ja. Ja. De lampen zijn wel heel cool hier. We hebben net ook even een paar mooie fotootjes hier gemaakt. Want het licht is gewoon heel vet. Met die lampen erachter. Voor de rest is er volgens mij, ze hebben een selfiezone. Die ziet er ook wel heel leuk uit. Ja, ze hebben wel fuzzy. Selfiezone Batavia stad. Maar er is dus een soort speurtocht wat je kan doen door heel Batavia stad. Oh, en we kunnen winnen, zie ik. Dus die gaat even bekijken. Dit hier is wel heel leuk om een fotootje ook te nemen mee. Het is wel voornamelijk meer een foto dan dat je daadwerkelijk iets kan doen hier. En je kunt dus blijkbaar hier met de patches op dingen gelijk laten maken. Ze hebben hier ook al gelijk dat je een beetje kan zien. Deze kun je dus sparen hier zo. Volgens mij is dit het dus meer. Het is meer gewoon een centraal punt waar je kan komen. Maar niet echt dat je de dingen verder kan doen. Dus nu snap ik ook waarom in die TikToks niks echt te zien verder was. Want er is verder ook niet. Oh, Luc gaat nu wel iets doen, zie ik. Gaat iets scannen. Ik weet niet wat hij gaat doen. Yes. Oké. Ik heb de e-mail en aanmelding. Oh, oké, okay. Ah, helemaal goed. Ja. Top. Dankjewel. Wat heb je net gedaan? Wat deed je net? Hey, dat moest ik doen om te kunnen winnen. Oh.
Oh, ja, we willen wel winnen. We zagen net dat we ook langs de Calvin Klein waren gelopen. Dus daar gaan we nu even eerst naartoe. Dit kregen we dus aangeraden van de Swarovski mevrouw. Dat er een Max Verstappen... Hoe heet het? Auto. Ja, auto was ik ook nog wel opgekomen. Maar hoe heet zo'n auto? Ik zelf, Formule 1 auto. Ben je ook niet van de Formule 1? Nee, ik volg het een beetje, maar kijk. Nee. Maar die kun je hier bekijken, kun je met de foto's ook. Ik heb wel een foto gemaakt voor mijn zus, want zij is altijd wel heel erg fan daarvan. Ik heb er zelf niks mee, maar in elk geval, dat staat hier dus blijkbaar ook. We gaan nu de Calvin Klein in. Kijken of ze hier ook wat dames hebben. Want in Frankrijk is bijna altijd alleen maar heren. Ik moet zeggen, ik weet niet waarom. En de Calvin Klein outlet winkels vind ik nooit zo mooi. Online vind ik altijd wat leukere dingetjes van Calvin Klein dan vaak in de outlet winkels. Maar we blijven het proberen. Ik moet wel zeggen, het is dus wel dat alles er super cute uit. Ging jij eigenlijk die speurtocht of zo doen? Nee. Nee? Nou, ik dacht, waar ik misschien doen voor? Om te winnen. Maar... Ja, dat dacht ik dus ook. Nou ja, je krijgt dan een muntje voor een of andere magical vending machine. Krijg je dan een cadeautje of zo dat je het hebt voor... Ja. Oké. Nou nee, dat gaan we dan inderdaad niet doen. Is ook meer voor kinderen. Maar je hebt je wel dus opgegeven voor de Disney winactie. Ja, ze zei dat ik een mail zou krijgen. Ja. Maar die heb ik nu niet gehad. Nou ja, als je het straks nog niet hebt gehad, kunnen we nog even langslopen nog een keer. Oké. Hier maar alles is wel leuk versierd in elk geval. Hele goede pannen. Oeh ja, cute. Hoe spreek je dat uit, Luc? Jij bent een Frans persoon. Nou ja, je kan een beetje Frans. Je hebt Frans les gehad. Croissette. Le croissette? Klinkt niet Frans, dat klinkt heel Nederland. Ik weet niet. Ik weet het niet. Croissette. Wel heel cute, dat ja, maar dit is een heel roze. Ken je dit pannenmerk dan? Zeker. Okay. En ik had laatst met Mark over en toen zei hij dat ook. Oh. Ik ken het zelf niet. Nou ja, ik ben sowieso niet into kijken? De pannen. Ja, wil je kijken? Ja, ik had toen we net verhuisd waren een nieuwe keuken. Dacht ik, nou, doe ik nieuwe pannen. En dan ga je daar een beetje over lezen en dit was echt de beste. Dit was Fancy Smashy? Nou, ook wel niet. Ja, het zal wel duur zijn, ja. Wel leuk. Wel schattig winkels. Ja, alles is een regenboogkleurtje in de vitrine. Zo cute. Deze zijn ook cute. Die zijn nog trouwens, valt nog wel mee. €16,80. Vergeleken met de pannen en zo vind ik dat wel meevallen. Wel echt heel cute. Hier is de Ravensburger. Hebben ook Mickey & Friends logo. Dus hier zo kan je dan die patches sparen als het goed is, toch? Zoals je had gezegd. Oh ja, ze hebben Lorcana. Is dat de nieuwste? Ja, die nieuwste is volgens mij nog niet uit. Oké. De nieuwste op dit moment, wanneer we dit vloggen. Dat is cool, 3D-puzzel. Ja. Dat is vet. Ze hebben dus wel ook allemaal Disney. Hier zo kan je dan, omdat ze dit allemaal hebben, kun je die patches sparen. Dus als je wat koopt, dan kun je er eentje uitkiezen, voor zover we begrepen. Wel grappig dat ze dit hier hebben. Is dit die boot waar je het over had? Ja, weer. Nou, herkent hem zelf. Sweet logic, hè? Ze hebben allemaal spelletjes. Deze vond ik echt geweldig. Toen ik kind was. Nee, die autootjes eruit halen. Dit ziet er ook leuk uit, maar ik weet niet wat het is. Wat is dit dan? Dit ziet er heel mooi uit. Ja, die hebben ze ook een... Wat is het? Ik wel vaker. Kun je hem omdraaien? Is dat voor Lorcana of wat is dit? Nee, het is gewoon een bordspel. Oh, het heeft een beetje Lorcana vibe zo. Of een tafelspel, ja. Een hele mooie doos. Zijn het dan verschillende? Ja, er staat ook wel dat je ze kan mixen met andere... Kan je samenvoegen. Kijk ook even hoe leuk deze puzzels. Zien er echt heel mooi uit. Dan doe je echt de kamers van het kasteel. Het is maar €12,94. Al een hele random prijs. Maar ze zitten er echt van elke prinses volgens mij ze wel tussen. Wel heel leuk. Leuke korting ook. Zijn normaal €18,50 is de adviesprijs. En nu €12,94. Is toch wel leuke verschilletjes. Ze hebben Belle. Zie ik er tussen. Mulan. Jasmine en... Tangled, ook Brave zie ik hier ook. Sneeuwwitje, Cinderella. Heel erg leuk. Ik zie alleen geen Ariel, dat is dan weer jammer. Ja. Wel toffe puzzel. Luc zei dat er geen korting op de Lorcana was, dus dat is wel jammer. Want ze hebben wel echt veel, moet ik zeggen. Ze hebben best wel wat staan. En er zit hier dus ook een bol. Maar als het goed is deze echt super huge. Op de plattegrond zit een van de grootste winkels die ze hier hebben. En daar is Luc altijd fan van. Beetje de meer kaki kleding. Kan hij ook altijd naar zijn werk dragen. Dus dat is ook altijd wel fijn. En ze gaan hier altijd heel smal en klein. Wat altijd werkt voor Luc. Dus altijd wel leuk om even te kijken. Hè Luc? Ja. Bos is B. Ze hebben ook echt full on pakken hier zo allemaal. Als je nog een pak nodig hebt.
Huh? Je hebt je pak al voor trouwen. Trouwen wel, ja. Ja, die heb je al. Nou, we gaan nu naar de Mac Schmackie. Prullenbak is leuk trouwens. Leuke prullenbak. Maar we zagen McDonald's, dus we gaan even lekker eten. Gaan we dan buiten zitten of binnen? Ja, ik ben altijd wel fan van binnen eten. Gewoon binnen eten? Oké. Helemaal goed. Oh, het is ook lekker cool hier zo te voelen. Dus dat is ook wel fijn. Kijk, nog een deal heb. Ga je kijken in je app? Waar heb je zin in? Ga je echt full aan eten of ja, ik heb wel echt honger, ja. Ja, heb je echt trek? Oké. Nou, gaan we even lekker zitten. Wel net de McDonald's hier ook, dus dat is ook wel fijn. Luc die heeft, oh het flikkert heel erg, maar hij heeft een korting gebruikt. In de app. En dan kon hij een volwassen menu en een Happy Meal voor 10 euro nog wat. Ja. Dat is echt wel een hele goede deal. Ik gebruik die app nooit van de McDonald's, maar het is dus wel de moeite waard blijkbaar. Want dit scheelt heel veel centjes. We hebben nummer 13, ongelukkig getal. Het zijn hele schattige kleine hoekbankjes, maar we hebben dus een Happy Meal. Wist je al wat voor speeltjes te hebben? Nee. Maar we zitten bij het raam, kunnen we lekker mensen kijken. Vind ik altijd wel leuk. En dan gaan we even lekker smikkelen. Ik ga wel zo even laten zien wat voor speeltje we krijgen. Ja. Want met een Happy Meal. Ik vind het altijd leuk om te zien. Maar ik moet zeggen, de laatste keer dat we hadden was volgens mij ook van iets wat ik niet herkende. Want tegenwoordig zijn we helemaal niet meer hip and happening. We hebben ook kinderen natuurlijk. Ja, want tv-programma's zijn allemaal veranderd natuurlijk. Maar als het een Pokémon is, zo dan herkennen we het wel, hè? Jij kocht toen heel vaak het Happy Meal toen ze die actie hadden van de Pokémon kaarten. Ja, samen, ja. Ja, toen was je ze aan het sparen. Toen was je Happy Meal live. Ja, ik weet niet, volgens mij had ik ze uiteindelijk niet eens allemaal. Nee, had ze niet allemaal, nee. Maar je hebt wel veel vaak gehaald. Maar je had wel maar vaker dubbele inderdaad. Nou, gaan we zien. Misschien is het wel Pokémon kaarten. Ben jij helemaal blij? Dat zou wel grappig zijn. Dan ben je helemaal blij. Nou, nu hebben we eten voor een heel gezin. Met die korting van je. Ik wil graag de Happy Meal kijken wat het speeltje was, hè. Wat denk je dat het is? Wat is jouw gok? Minions! Oh, dat makes sense. Nou, een nieuwe film. Ja, ik wou net zeggen, die had je kunnen raden. Ga je nu eerst spieken? Wat is het? Oh, we krijgen ook echt een minion. En stickers. Oh, we krijgen echt die van de verpakking. Oeh, het is wel een beetje scary. Waarom is die helemaal zo? We hebben de film niet gezien. Misschien begrijp je net als je de film hebt gezien. En een sticker setje. Nou, we hebben ook gewoon een minion erbij. Ze zijn Luc zijn koffie vergeten. Dus hij is gelijk even vragen om hem mogen ruilen. Want vroeger mocht dat altijd. Ik weet niet of dat nog steeds mag. Maar ik zag dat ze ook hele schattige minions hadden. Eentje met een roze bril op en een met een badeend op zijn hoofd. Dus we hebben precies een hele enge. Dus Luc is heel even vragen of hij mag ruilen. Nou, ik heb hem kunnen ruilen, maar ze hadden nog maar één andere. En het is deze. Ze hadden niet meer met de cute bril en zo. Nee. Oh. Deze is ook wel leuk. Dit is een bananenhoofd of wat is dit? Ja, een banaan. Dat is ook raar. Alleen rare zijn over, maar dat snap ik wel. Iedereen wil natuurlijk die schattige met de batterij en de bril. En ze waren de koffie inderdaad vergeten. Ja, nou. Hè? Heb je de koffie ook erbij? Nou, dit is deze uit de verpakking. Vind ik ook niet echt een succes, heel eerlijk. Maar ja, de schattige zijn allemaal weg, was ook logisch. Maar deze is helemaal stretchy of zo, lijkt die. Maar we hebben de film zelf nog niet gezien, dus we hebben geen idee wie het allemaal zijn. Qua de minions. En wat er gebeurt in het vierde deel. Maar... ja, nou hebben we deze. We hadden wat patatjes over, dus ik heb het heel even gegeven aan de vogel. Wow, gaat hij... Nou, nee. Ik dacht even dat hij allemaal kloek kloek naar binnen ging doen. De vogeltje ook blij. Maar ze hebben hier allemaal vogeltjes binnen. De ramen staan allemaal open, dus ze kunnen naar binnen. Ik vind dat zelf leuk. Dus heel erg schattig. Ik heb de minion aan een kindje gegeven. Die is er dan tenminste nog blij mee. Ja, dus ja, die was er blij mee. Hij had de andere gekregen, dus die was helemaal happy. Dus we gaan nu naar de andere winkeltjes door. Lekker verder kijken. Luc had net ook eventjes gekeken in de app. Maar als het goed is er ook hier ergens een Crocs. Dus dat is wel leuk. En een Nike. Hier zijn ze dus wel de voetstapjes. Maar die zit echt vanaf één speciale ingang. Vanaf de parkeerplaats. Dat die... Oh, daar is de Crocs ook, zie ik. En een Nike. Nou, ze zitten gelijk bij elkaar. Gaan we eerst de Nike in? Ja. Adidas en Crocs Footwear Customizing. Hoi. Hoi. Met Disney. Doen ze hier zo voor je mooi maken? Dat is grappig. Je kunt dus als je Crocs koopt ze laten beschilderen daar. Dat is wel heel vet. Oké, we gaan even bij de Nike kijken. Heel druk hier wel, zie ik. De prijzen zijn ook wel oprecht hier zo leuk. Qua de schoenen en zo. Maar waar echt alles in de wand staat is echt chaos. Daar kun je er amper bij. Dus ja, ik word er zelf een beetje gek van. Maar het is in elk geval wel goed geprijsd. Sommige krijgen dan ook nog 30% extra korting op. Ze hebben wel genoeg, maar het is wel een populaire winkel. Vooral bij de schoenen daar zo is het een beetje chaos.
ben ik nooit zo van. Dan raak ik overprikkeld en dan zie ik helemaal niks meer. We zijn nu in de Crocs. Ze hebben ook glitter Crocs, jongens. Kijk hier toch even naar. Ik was nooit van de Crocs, totdat ik ze echt ging dragen met Bambi uitlaat en zo. Maar hier word ik dus echt vrolijk van. Maar is dit dan ook goed afgeprijsd? Oh ja, nou. Dat vind ik wel een goede deal. Oké, dan ga ik even kijken naar die roze. Dit vind ik dan altijd jammer. Kijk dan even hoe cute. Maar het is alleen voor baby's. Als ze dit voor volwassenen zouden hebben, dan zou ik het gelijk kopen. Dus even kijken voor jullie. €37,99 van Disney. Is dus wel wat duurder. Kijk ook even naar die sandaaltjes. Oh my goodness, hoe geweldig is dit. Ze hebben heel veel. Ze hebben dus ook allemaal charms die je ervoor kan kopen. Er zitten ook bekende dingetjes tussen. Dit vind ik ook echt heel erg grappig. Dat ze ook echt steentjes hebben en zo. Maar Peppa Pig, Mario, Paw Patrol, Pokémon zit er allemaal tussen. Deze wil ik heel veel gaan aanpassen. Maar het zijn wel die hoge. Ik heb nog nooit gehad met zo'n platform erop. Ik ben heel goed geslaan bij de Crocs. Ze hadden echt goede korting daar op de Crocs zelf. De charms vond ik nog steeds wel duur. Maar die zijn volgens mij gewoon altijd duur. Maar we hebben dus nu een bonnetje van de Crocs. En daarmee kun je dus een patch halen. Niet dus bij de winkel zelf. We vroegen het aan haar. Maar je moet dus echt naar deze Experience Hub lopen. En dan gaan we zo even op het bordje kijken welke beschikbaar waren. En welke we gaan uitzoeken. En dan op vertoon van ons bonnetje, als het goed is, krijg je dan een patch. Vind ik wel heel leuk. Vind het leuk bedacht dat. Ja, dat is wel grappig. Ja, ze maken er echt wel iets van. Ja, dit zijn dus nu die nog over zijn. Oh, wel jammer dat Katrien er niet meer is. Katrien en Minnie is er niet meer. Deze Katrien nog wel. Die is ook wel leuk. Met z'n allen is ook weg. Dat snap ik wel. Dat zou de eerste zijn. Ja, die van Katrien is wel leuk, hè? Dat zijn trouwens die hier afgebeeld zijn. Daar kom ik nu achter. Is ook wel logisch. Zullen we voor de Katrien met de drinkie? Is dit ook eentje? Denk ik wel. Ja, die zie je hier op de, op de broek kan je zien. Doe je dat dan op jouw spijkerjasje? Ja, dan kan je gewoon ergens opmaken. Is wel leuk. Nou, dan gaan we voor de Katrien. Gaan we even vragen. Kijk hoor. Ja, dan kunnen jullie eentje uitzoeken hoor. Oké. Dan willen wij deze. Die? Kijk eens, Helemaal goed. Deze ook nog mee? Die hadden we al gevonden. Oh, oké. Okay. Ja, maar toch wel. Nou, daar hebben we er dan. Wel heel erg leuk. Ik vind het echt leuk dat je er gratis bij krijgt. Kun je dus op een jasje of een broek zelf doen. En we hebben dus een papiertje gepakt en daar stond advies op hoe je dat aanbrengt en hoe je dat kan wassen en zo. Maar wel, ik vind het een leuk ideetje. Nou jongens, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik heb al 3 tasjes ook al geshopt. Van 3 verschillende winkels, 3 tasjes zeg maar. Het begint nu wel echt heet te worden en ook druk hier. Dus ik zou wel aanraden als je hier ook naartoe wil, wil je lekker in de ochtend gaat. Maar het is wel heel leuk, moet ik zeggen, tot dusver. Er zijn meer winkels dan in Frankrijk, dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. En ook meer leukere, vind ik. Dus gaat tot nu toe soepel. Ik word heel raar aangekeken op dit moment, omdat ik aan het filmen ben. We zijn nu in een bestek- en pannenachtige winkel. Kijk dan even hoe leuk. Ik kan het niet pakken, hij zit vastgetaped. Maar kijk eens even. Een Disney prinsessen van Winnie de Pooh. Het is allemaal kinderbestek natuurlijk wel. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Van Mac Egg. Dat is van de Minions. En van Disney 100. Dat vond ik eigenlijk wel jammer. Die had ik leuker gevonden in kleur. Zoals de Minion. Dan kun je dan je eitje inzetten. Dat vind ik wel heel schattig. Dat is €10,49. Ik vind alleen die 100 kleuren nooit zo mooi met dat grijs. Dat is niet echt mijn ding. Luke spot hem net. Hij staat hier wel achter de kassa en normale kleuren. De Mickey 11,49. Wel heel erg leuk, die eidingen. Ik heb hem gevonden. Deze is 11,49. En je kan hem dus zo open. Doe je eitje erin. En bloep. En je hebt een gelijke lepeltje erbij. Ik vind het wel echt heel erg schattig. Ik vind het heel leuk. Als je op de zondag met z'n allen gaat eten. En je neemt een eitje. Ik vind het echt een hele chique houder. Ja, chic is trouwens niet het goede woord. Het is gewoon super cool. Dat is het goede woord. Nou, we kwamen dus net. Hadden we daar straks helemaal gemist. Maar er zit bij die raceauto dus ook een Max Verstappen winkel. En mijn zus is mega fan. Dus ik heb een heel leuk cadeautje voor haar verjaardag kunnen shoppen. Want we moesten nog iets voor haar verjaardag. Ze is nu op vakantie terwijl ze jarig is. Maar we zien haar woensdag. Dus over een paar dagjes. Want dan gaan we samen naar de Efteling. Maar hoe leuk is dat dan? Want ik heb een racepolo. Was van €75. Nu naar €37. Dus ja, dat is echt een steal of a deal. Dus die heb ik voor haar gesnatcht. Denk echt dat ze heel blij mee gaat zijn. Dus die hebben we gehaald. En Luc wilde nu even het terrein af. Om te kijken naar de boot. Batavia Land, is dat het? Ja, daar zijn wij niet. Ja, maar is dat de boot? Ja. Je wilt het heel graag zien, maar je weet niet waar je naar op zoek bent.
Nee, oh ja, dit is die Batavialand waar je dan eigenlijk entree moest betalen. En dan kun je piraten spelen. Oh ja, maar we zijn dus heel even eruit gelopen om dat te zien. En Luc wil dan nog heel even naar Ravensburg om toch de Lorcana te halen, hè Luc? Misschien wel even kijken. Ja. Misschien wel even kijken. Ja, je had het allemaal bedacht. Dus daar gaan we nog even langs. Zeer naar ons sim. Ik schrok net hoe laat het was, want het is al bijna 4:30. We houden het echt goed vol. Ja, en over een uurtje moeten we uiterlijk al gaan. Ja, precies. Dus we gaan nog even dat doen en dan gaan we richting de auto. We gaan nog even een bootje kijken. Nou, daar hebben we een luxe bootje. Je kan dus betalen en dan kun je erop. Maar wij kijken even van afstand. Is het alles wat je wilde? Zeker. Zeker? Hier zijn ze er nog één aan het bouwen. Oh, is dat een neppe? Is dit dan ook een neppe dan? Dat wordt ook bij het museum. Dus ik denk dat dat meer is van... Deze is nagebouwd. Oké. Ja, nep. Ja, het is gewoon wel echt. Maar... Maar niet echt van die tijd? Nee, dit is nagebouwd. Okay. En ik denk dat dat is van zo deze... Ja, oké. Okay. Nou, de laatste stop. De Ravensburger. Wilt Luc toch even voor de Lorcana. En dan, ik weet niet wat hij wil precies, maar dat gaat hij wel vertellen zo. Oh, je hebt al een missie. Deze, hè? Dat is wel een big set. Is die duur? Dat kun je ook, weet ik eigenlijk niet. Dat is voor 50 of zo. Die kun je ook met één player spelen. En omdat ik niemand heb, heel zielig om mee te spelen. Ja. En dan kan ik al mijn kaartjes ook gebruiken. Maar krijg je hier ook al ja, pakjes je krijgt een aantal speciale kaarten. En oversized kaarten. Nou, we zitten dan weer in de auto. Was leuk. Ik vond het echt leuk. Dat was echt goed, ja. Ja, ik vond hem een stuk leuker, heel eerlijk, dan die... Ik ga automatisch vergelijken de hele tijd met die in Frankrijk, omdat dat een van de weinigen is waar wij altijd naartoe gaan. Maar ik vond deze wel echt aanzienlijk leuker. Ook ja, het aanbod, de aantal merken dat wij dan leuk vinden, denk ik. Ja. Is echt wel goed hier. En de korting was natuurlijk korting was goed. Ja, we hadden dus nu nog 6 euro korting. Alleen heel weinig winkels doen eraan mee. Nou ja, op zich wel redelijk. Maar we hadden denk ik ook net een paar... Bijvoorbeeld die Ravensburger. Dan zeiden ze, ja, we zijn net nieuw. Dus, ja, het was een pop-up blijkbaar, de Ravensburger. Ja. Dus misschien dat die weggaat, dat weet ik niet. Dat heb ik geen kennis van. Maar ze wilden wel in het systeem komen, maar ja, dat duurt dan weer even. Ja. Nee, maar verder wel. En welke andere hadden we niet? Michael Kors. Ja, Michael Kors. Die deden wel mee. Kon je alleen sparen. Kon je sparen, maar niet korting. Nee. Dus dat is natuurlijk een beetje onduidelijk. Wie doet nou wel mee of niet? Dat ja, was niet heel zichtbaar. Nee, dat was een beetje lastig. Want als ik dat had geweten, hadden we beter zeg maar als laatste bij Guess. Wat tactischer kunnen doen. Ja, ja, en dan die korting. Maar in elk geval... Zeemeeuwen. In elk geval, we zitten nu in een sauna-auto. Ik zweet me helemaal kapot. We hebben de deur openstaan. Dus vandaar dat je die meeuwen hoort. Maar het was heel erg leuk. De Mickey Experience is dus niet echt een experience. Behalve dat je die petjes kan sparen waar we er eentje van hebben. We gaan dus zo naar huis toe rijden. En dan thuis dan zal ik alles laten zien wat ik heb geshopt. En dan laat Luc ook even zien wat hij heeft geshopt. Want dan gaan we samen het Lorcana-pakje gelijk in deze vlog openen. Maar dan gaan we nu richting huis rijden. Ik ben er echt op. Maar het was echt leuk. Wel kapot, ja. Voeten doen pijn. Ja, ik heb me vermaakt. En we zijn dood nu. Nou, we zijn weer terug. Laten we dan beginnen met Luc zijn Lorcana. Luc gaat zo Bambi oppikken en dan doe ik heel even laten zien wat ik heb geshopt. Maar ik dacht het wel leuk om samen te... Ik kreeg ook een leuke tas, vond ik, van hun. Lekker vrolijk. Een pakje. En wel, je mocht kiezen. En we hebben Ariel. Ja, en hij wenst ons geluk. Want hij zei, ik ga niet kiezen voor jullie. Oké, okay, ja. Katrien. En nu krijgen we Liché. Magic Broom. Diablo Vogel. Nee, je moet ook naar de symbooltje eronder kijken telkens, hè? Voor de rareness. Voor hoe bijzonder ze zijn, ja. Seldom all they seem. Wat is het? Volgens mij is het Aurora, ja. Sleeping Beauty. Ja, ook in de castle. Dit is wel mooi. Ja, dat is mooi. Oké, van Mulan. De visie van Ursula. Panic. Ik vind ze dat nu toe niet, behalve die van Aurora, die was wel leuk. Nog een soldier. Oh yeah. Die is ook cool. One Last Hope, Hercules. Hey. Oh, die is special. Dat is een legendary. Dat is een legendary. Die dat is wel goed, hè? Cool, ja. Is dit de laatste? Nee. Oh. We krijgen Ariel Shiny. Mooi.
Die is mooi. Nou, daar ben ik dan. En ik ga nu mijn aankopen met jullie delen. Ten eerste, trouwens, was echt super leuk. We hebben heel erg genoten. Ik heb natuurlijk maar een heel klein beetje gefilmd. We waren daar gewoon over 5 uur. Wat we allebei niet door hadden. We hadden het echt allebei heel erg naar ons zin. Lekker ook af en toe gezeten, gekletst. We hebben echt lol gehad en vonden het leuk daar. Waardoor we eigenlijk niet door hadden hoe lang we er al waren. Op een gegeven moment zei Luc, mijn voeten doen pijn. Ik zei, ja, dat voor mij ook. Dus toen keek ik hoe laat het was. Dus ja, we hebben echt heel veel plezier samen gehad. Dus dat is ten eerste super nice. Zeker denk ik voor ons voor herhaling vatbaar. En ik ben dus ook goed geslaagd. Ik heb een paar hele leuke dingen. Ik had wel echt een budget voor mezelf. En daar heb ik me aan gehouden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, het enige wat er overheen is gegaan is een cadeautje. Maar die had ik er niet bij gedacht. Want ik had niet verwacht dat ik daar een cadeautje voor mijn zus zou vinden. Maar die heb ik gevonden. En ik kan het ook gewoon aan jullie laten zien deze vlog. Want wanneer deze online komt, hebben we het al gegeven. Want we zien haar letterlijk over 2 dagen. Dus kan ik allemaal laten zien. Ja, we gaan maar gewoon beginnen. Het is trouwens al best wel donker aan het worden op dit moment. Dus ik krijg zeg maar wit licht van die kant. Warm licht van deze kant van de lamp in de keuken. Dus het licht is niet geweldig, maar daar kijken we even doorheen. Als eerste in elk geval heb ik hier zo van My Jewelry. Dat vond ik wel echt heel erg leuk. Want ik had nog nooit zo'n grote fysieke winkel van hun zelf bezocht. Ik weet dat ze het wel hebben op meer plekken, maar het was dus echt outlet en dat deden ze echt goed. Dit is de ketting die ik heb meegenomen. Die vond ik gewoon heel mooi. Want hij is relatief subtiel. Het is een mooie schakelketting met een heel apart patroon erin. En zoals je ziet vandaag ook, ik hou heel erg van die simpele gouden kettingjes. Past gewoon overal bij. Vind ik heel erg leuk zelf staan. Maar het was dus zo. Ze hadden gewoon alles wat op dit moment bij My Jewelry op de webshop staat qua sieraden was daar. Alleen dan allemaal met 30% korting. Dus ik vond dat zo nice. Wel dus alleen deze gesnatcht. Die vond ik heel mooi. Deze is normaal €25,99. Met de outlet kreeg ik dus €7,80 korting. En ik had al toen wat gekocht bij de Guess. Dus die korting hadden we er gewoon gelijk vanaf gehaald. En dat is €4,54. Dus uiteindelijk heb ik nog €13,65 betaald voor deze ketting. Die eigenlijk dus €26 is. Vind ik een deal. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Ik heb echt zin om deze te gaan dragen. Die gaan jullie denk ik ook echt wel vaak in mijn video's zien. Want dit is helemaal mijn ding. Past overal bij. Hou ik van. En van My Jewelry is allemaal stainless steel. Dus kan ook niet verkleuren. Nu ik Guess had genoemd, laten we dan ook gelijk maar Guess doen. Ik ben hier verliefd op, jongens. Ik was wel aan het twijfelen. Ik had ook gevlogd. Maar ze hadden een hele serie van deze. Deze was nu hij was eigenlijk nu €99,91 als ik dat goed zeg. Ja. En ik kon mijn e-mailadres geven. Dan kreeg ik nog eens 10% korting op die outletprijs. Dus ik heb hier €89,91 voor betaald. Ze hebben er ook gelijk een dustbag omheen gedaan. Die bewaar ik altijd wel. Want als ik ermee op reis ga, vind ik dat altijd wel prettig. Maar jongens, jullie hadden hem ook in de winkel al kunnen zien. Want dit licht is waardeloos. Maar zoals je ziet, hij heeft een heel toffe structuurtje. En dan het logo van Guess erin. Ik vind ook de hardware aan de voorkant heel mooi. Het werkt zo dat je deze twee naar elkaar toe duwt. En dan plopt die open. En dit vond ik ook geweldig. Want het heeft een tweedeling. En jullie weten hoe ik daarover voel. Dat zijn altijd mijn favoriete tassen. Als het twee vakjes heeft. En zoals ik dus volgens mij ook had gevlogd. Deze kwam ook in het roze. Wit met roze. Echt heel veel verschillende kleurtjes. Maar uiteindelijk toch voor de zwarte gegaan. Want ik dacht, ja, dit past gewoon overal bij. En ik weet, ik heb ook een andere van Guess in het zwart. En dat is nu echt de tas die ik het meeste draag. Dus ik weet gewoon dat dit super goed gebruikt kan worden. Maar hij is echt heel mooi. Maar volgens mij zien jullie dat effect bijna niet. Hier zo trouwens zit ook het kaartje nog aan. Deze is normaal €155. Nu dus afgeprijsd naar €99,90. En had ik nog eens 10% korting. Dus €89 voor betaald, terwijl die normaal €155 is. Ik moet wel heel eerlijk zijn. Ik vond vooral qua de Michael Kors de winkel geweldig. Heel groot. Maar ze hadden minder goede deals bij de Michael Kors dan die in Frankrijk. Dat wel, moet ik zeggen. Qua de Guess was het vergelijkbaar. Maar hadden ze heel weinig tassen en veel meer kleding dan die in Frankrijk. Maar de deals waren net zo goed. Dus dat was wel heel erg fijn. Maar de Michael Kors vond ik geweldig. Maar hadden ze minder tassen die echt goede korting hadden dan dat ik gewend was. In Frankrijk hebben ze ook echt mega sale op de Michael Kors. En dat was hier niet echt. Dan ook het ene laatste wat ik voor mezelf heb gekocht nog bij de Crocs. Ik ging de Crocs binnen. Ik was zo enthousiast, jongens. Beetje sneu toen ik zag dat ze een Crocs hadden. Ik ben er de laatste tijd gewoon zo'n fan van. Ik draag ze heel vaak, die van mij, als ik Bambi uitlaat. En ik wilde heel graag
toffe. Maar ik ben hem zelf nog nooit, volgens mij misschien één keer naar Aruba trouwens. Zoals een crockswinkel. Maar verder ben ik nog nooit in een crockswinkel geweest. Dus ik was super excited. Maar jongens, even serieus. Ik weet het. Als je niet van crocs houdt, vind je deze waarschijnlijk ook niet leuk. Maar oh my goodness, ik ben obsessed hiermee. Ze zijn dus helemaal glitterroze. En nu is het hier heel slecht licht. Dus je ziet het niet zo goed. Maar wanneer ik deze in de winkel aanhaal. En toen ik hem buiten uit de tas haalde. Want ik was aan het twijfelen om ze aan te doen. Maar de glitter, jongens. Echt, heb ik mijn mobiel hier? Ik vind even dat jullie dit moeten zien. Want like, als je hier buiten mee loopt. Ben je gewoon een party. Like, dit is toch insane. Ik ben er echt obsessed mee. Maar ik had deze al wel vaker ook online gezien. Alleen, ik ben altijd een beetje bang voor die platform. Omdat ik heb best wel zwakke enkels. Ik ga vaak breken mijn nek, zeg maar. Dus ik was heel bang dat ze heel zwaar zouden zijn. Ze hebben ook wel iets meer gewicht dan een normale crocs. Maar ze zijn zo licht nog steeds als je ze aan hebt. En ik moet heel eerlijk zijn. Ik deed ze aan. En ik vond ze nog veel lekkerder eigenlijk zitten dan mijn normale crocs. Dus ik zou zeggen, probeer het zeker een keer uit. Ik heb weer een 38-39 maat genomen. Heb ik altijd van Crocs. Ik vind hem geweldig. We moeten alleen nog bepalen hoe we deze willen gaan blingen. En deze waren €50. Dus die waren volgens mij iets minder in de korting dan sommige andere dingen. Ze hadden ook andere Crocs die wel echt €20 en zo waren. Maar ik wilde deze heel graag. En ik was heel blij ook gewoon dat ik ze nu in het echt kon aanpassen. En kijken wat ik ervan vond. En wat jullie hadden kunnen zien al in deze vlog. Maar ik laat het nog heel snel zien. We hebben dus één patch gekregen. En we hebben zo'n instructiekaartje gepakt van hoe het werkt. Dus die kunnen we ergens opmaken. Vind ik wel echt heel erg leuk dat ze dat doen. Wel heel weinig winkels. Dus de Crocs is de enige winkel waar wij iets hebben gekocht. Waarmee je dus zoiets kon halen. Nu is het wel zo, ook bij je Crocs dus. Als je je croc wou laten beschilderen, kon ook. Maar ik wilde dat niet met deze glitter doen. Maar ik denk als je meer een basic koopt, hoe leuk is dat? Dat je ze dan kan laten beschilderen gratis. Op vertoon van een aankoopbon. Dat ze echt kijken dat je het vandaag hebt gekocht. Kan je het dus gratis laten beschilderen. Dus die dingen vond ik wel heel tof. Maar verder dus, ja, Mickey and Friends experience is verder niet echt iets. Ik dacht dat je daar ook iets kon doen of zo. Dat is niet echt. Maar het was wel heel leuk dat je deze kon sparen. En je Crocs of je Nike laten beschilderen. Dat vond ik wel echt een heel leuk idee. En ook gewoon hoe het aangekleed was, was wel heel tof. Dan het laatste voor mezelf. En dan ga ik nog even de cadeautjes laten zien. Maar ik heb iets geshopt bij de Michael Kors. Waar ik zo blij mee ben. Want we gingen een tweede keer naar binnen. Want ik dacht, nee, ik wil nog even kijken. Want ik heb namelijk heel erg snel dat ik zoveel leuke dingen zie dat ik heel erg overweldigd raak en niet meer zie, zeg maar, als logisch klinkt. Dus de tweede ronde zag ik een tas die ik de eerste keer helemaal had gemist. En jongens, ik ben zo excited hierover. Deze was wel echt super goed afgeprijsd. Ze hadden voor mij een hele nieuwe gepakt. Dus ik had even een foto gemaakt van het prijskaart. Dat kunnen jullie niet goed zien volgens mij. In elk geval, original price toen deze echt net nieuw in de winkel kwam, was die €250 van Michael Kors. Daarna afgeprijsd bij de outlet voor €160 daar zo. En nu was die €79. Dus ik heb €79 betaald voor deze. Wat ik echt een goede prijs vindt. Nu wil ik deze ook gelijk morgen gaan gebruiken. Want jongens, ik heb al vaker. Ik moet hem eigenlijk even in elkaar zetten. Want je ziet nu niet het hele plaatje. Wacht even. Oké, jongens, hier zo hebben we hem. En ik ben er obsessed mee. De kleur komt niet goed over, zie ik al met dit licht. Maar het is echt de perfecte beetje nudie rozige kleur. Ik moet even achter de tas, want anders focust hij op mijn hoofd. Maar het is echt perfect in combinatie met wit. Zie je Michael Kors, die MK zie je helemaal erachterop. Dan dit is het korte hendel. Hiermee zou je hem eventueel, zeg maar, ook kunnen dragen. Maar zoals jullie weten, ik ben een schouderstrap girly. Dus ik ga voor de langere strap. Hij hangt nu een beetje gek omdat hier nog het prijskaartje doorheen zit. Dat vast zit. Maar hij hangt dus dan echt zo super cute eroverheen. Michael Kors logo. En toen ik deze zag, was ik gelijk van amazing. Zag ik de prijs, dacht ik amazing. Maar toen was ik dus een beetje bang, zal mijn telefoon hierin passen? Maar dat past gewoon super goed. Dus, en er is nog genoeg ruimte. Ik kan er ook nog echt lipstiftje bij doen.
van alles en nog wat. Maar waarom ik dus hier zo happy mee ben. Ik zie iedere keer van Guess en Michael Kors zulke mooie roze met witte tasjes. En iedere keer ga ik toch voor die zwarte. Wat ik ook net liet zien van Guess. Weet je wel, dan ga ik toch uiteindelijk daarvoor. Omdat ik weet dat ik dat elke dag kan dragen en zal dragen. Dus met zo'n roze, die vond ik weer prachtig. Maar dan dacht ik, ja, hoe makkelijk is dat combineren? Ga ik dat net zoveel gebruiken? En ik dacht, hoe perfect is dan deze? Omdat die nu, het is zo'n kleiner model, heel erg afgeprijsd. Dus ik dacht, dan kunnen we kijken van hoe makkelijk vind ik deze om te stylen en zo. En ik vind hem gewoon super cute en ik heb zin om hem te gaan gebruiken. Maar dan is het een minder groot risico. Want ik had de vorige keer een tas gezien, die was volgens mij 150, die ik prachtig vond. Maar niet gedaan. Dus dan is het beter om te kijken met deze van... Ja, hoe vaak draag ik het dan? Nu moet ik wel zeggen, wanneer ik deze ga dragen, ga ik echt genieten. Want ik ben helemaal verliefd hierop. Ik vind de vorm geweldig. Gewoon dat hij zo swoop gaat, dat vind ik de laatste tijd echt prachtig. Dus ja, ik denk dat ik deze... Of die zwart, ik moet even kijken. Maar morgen in elk geval ga ik gelijk een van deze gebruiken. En dan als laatste, super random. Ik had volgens mij wel die auto gefilmd van Max Verstappen, maar volgens mij niet de winkel meer. In elk geval, er was een hele Max Verstappen Formule 1 winkel. En hoewel ik daar zelf dus echt helemaal niks mee heb, is mijn zus daar mega fan van. Dus automatisch, toen ik dat zag, heb ik gelijk naar haar gestuurd van, is er iets wat je wil? Met mijn domme hoofd, want ik moest nog een cadeautje voor haar hebben. Dus toen heb ik allemaal foto's van dingen naar haar gestuurd. En toen heeft ze dus zelf iets uitgekozen. Maar daarna heb ik haar man gebeld. En heb ik gezegd, wat heeft ze al? En want ik had iets heel tofs gevonden en die heeft ze nog niet. Dus die heb ik zelf afgerekend. Dus eentje heeft zij gekocht. En de ander heb ik gekocht voor haar verjaardag. Maar trouwens, hoe leuk is dit tasje ook? Dat moest ik er wel bij kopen. Maar die geef ik er gelijk bij voor haar. Want zij is helemaal Max Verstappen fan. Die mijn zus graag wilde was deze Red Bull muts. Ze hadden allemaal mutsen in de korting. Dus deze echt, ik moet zeggen, die dingen zijn echt duur van Max Verstappen en Red. Überhaupt. Deze was oorspronkelijk €24,95 en nu €12,48. Dus die heeft mijn zus als eerste geshopt. En degene die ik voor haar heb gekocht, en ik denk dat ze deze echt heel cool gaat vinden. Dit is meer een soort sport polo shirtje. Is dus echt met al die logo's eroverheen op de achterkant. Dit is volgens mij, ja, zoals ik al zei, ik ben geen race Formule 1 persoon. Maar volgens mij is dit de kleding die hun echt aan hebben. Zeg maar nagemaakt. Maar ik dacht, hoe leuk is dit? Ik kan ze normaal dragen, maar ook voor sporten dacht ik, dan kan ze deze aan. Ik denk dat ze dit echt geweldig gaat vinden. Want ze heeft namelijk ook een jas. Precies van deze. Die was daar ook in de korting. Ik dacht, oh mijn god. Want ik weet dat mijn zus daar heel veel voor betaald had, volgens mij. Dus daar was dus heel veel in de sale. Dus deze ook. Oorspronkelijk, jongens, was deze polo €74,95. Ik vind het echt veel centjes. Maar ja, nu moet ik zeggen, ik geef veel centjes uit aan tassen. Weet je wel, iedereen zijn ding. Denk ik zelf altijd. In elk geval dus €74,95 was nu €37,48. Dat is toch geweldig? Dus die heb ik voor haar meegenomen. En ik weet dat ze dit echt super leuk gaat vinden. Dus ja, die heb ik vorige zuster meegenomen. Dus ja, dat was alles wat we hebben geshopt. We hebben vooral dus echt heel erg genoten. En lekker ook in de zon. En ik moet trouwens zeggen, ik heb echt... Ik ben niet verbrand. Het werkt de top van de Elf. Dus dat is ook gelijk een review van de Elf zonnebrand met een kleurtje. Ben er heel erg fan van. Maar ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden. Want ik kreeg, zoals ik al zei aan het begin van deze video, zo vaak toegestuurd dat jullie heel graag wilden zien dat we hierheen gingen. Ik hoop heel erg dat het was dat jullie wilden. Ik vond het ook heel leuk dat jullie dit wouden zien. Want ik vond het echt heel leuk om hierheen te gaan. Zoals ik dus al had gezegd, de volgende vlog zal zijn dat we naar de Efteling gaan. Waar ik heel veel zin in heb. Dan zie ik dus ook mijn zus en ga ik haar verjaardagscadeautje geven. Maar daarnaast, die dag is mijn nichtje jarig, waar we ook de Frozen Step voor hebben gekocht. Dus die gaan we ook aan haar geven dan aan het eind van de Eftelingdag. Als ze dan nog puff heeft. Maar we kunnen het er niet voor geven, want dan wil ze natuurlijk die step mee naar binnen en zo. En dat werkt allemaal niet. Maar in elk geval dus, op haar verjaardag gaan we met z'n allen naar de Efteling. Met mijn neefje en nichtje, mijn zus, haar man en Luc natuurlijk gaat ook mee. Gaan we een superleuke dag hebben. En dat ga ik ook helemaal vloggen. Hun vinden dat ook altijd leuk en die kijken dat ook altijd terug. Dus dat wordt alleen maar gewaardeerd altijd als ik het vlog. Dus dat is leuk. Dus ja, daar kunnen jullie ook op verheugen. Dat zal de volgende echte vlog zijn. En dan hoop ik vooral heel erg dat jullie het leuk vonden om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar één druk op die zwarte knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!